Welkom bij een nagelnijerige Weromschen Maraitse. En deze week is de hele week mijn sous-chef in de keuken, Miranda Werkman. Ja, want dat ik het ken, dan ken je het thuis zeker. En zij is het maar krek. Want elke dag maken wij een heel lekker gerucht. En aan het eind van de week ga je de christelijke kleur. En waar is dan Joet en zijn gast? Dat is Sipke Jan Bousema. Hij presenteerde vroeger het SchoolTV Weekjournaal, de museumbende. En dit hier presenteerde hij van de omroep Roze Sneun. Want die wie van het eerst in Lauwens. Want Sipke Jan Bousema, nou het producent trouwens, die zet hem heel erg in voor de Rainbow Meerskip, zullen we maar zeggen. Hij is de Rainbow Warrior van Friesland, zeg maar. Hè? Exact. Ja, dat dacht ik al. Nou, in ieder geval, genoeg info. Wij gaan aan de slag met Sipke Jan Bousema. Daar staan we dan. Ja. Eindelijk. Eindelijk. Mooi, hè? Ja, hartstikke mooi. In deze prachtige Christkeuken. Ja, ja, het is prachtig. Ja, helemaal in de stem. Mijn assistent Miranda en Roos Joert als ere gast. Sipke Jan, hoe is mij die? Ja, met mij is het hartstikke goed. Ja? Ja, het gaat goed. Ja? Ja. Hij is een beetje nerveus als hij in de keuken zit. Ja, zeker. Hartstikke. Nee, man. Ja. Ben je geen keukenprins? Ik speel altijd de tweede viool in de keuken. Ik ken wel koken, ja. Ik ben er wel wat better in. Wij hebben me maar in 2008 weer of zo een keer. Ja. Toen weer net het beste. Hij is bijleerd, Sipke Jan. Ik ga wel wat bijleerd, ja. Ja, ja. Ah, daar ben ik benijd naar. Nou, even de verwachtingen temperen, alsjeblieft. Nou. Maar ja, ik speel de tweede viool in de keuken, ja. En wie doet de eerste dan? Jeroen is mijn leefde. Ja, die door de eerste. Ja, die is goed. Die kan goed. Die kan lekker combineren en alles. En toen dacht ik, ja, dan let ik graag. Dan doe ik even een stapje. Even weer om. Dus de tafel gaat, even. Liefde geeft bij mij. Ja, echt. Ja, nou ja, ja. Wat geef je maatje, Joet, Roy? Nou, wij gaan Joet een traditioneel voorgerucht voor de kriesdagen. En dat is deze, dit stuk vlees. Het is een machtig groot stuk vlees. Dat ging we echt net alle keer gebruiken. Maar ja, ik denk ik liet hem toch even zien. Want dat is dit stuk. De buffet. Dus wat dit de kou is, dat is dit stuk. Ja. En dat is tin. Nou ja, wat je tin. Het is net echt dik. En er zit een lange reep in. Dus ik kerst het ik heel goed als buurstuk zou eten. Moest het wol sa snijden dan, net in die lengte, maar sa snijden. Dus dit is het hoofdbestanddeel. Dat giet door de gehaktmal, want we maken er een tartaar van. En dan hak je de wereld aan ingrediënten en smaakmakers die erbij zitten. Ja, het is eigenlijk te volle om op te nemen. Maar de receptuur stiert op een side. Dus dan kerst het altijd... Dus alles waarom vinden. Alles kunnen we waarom vinden. Ja. En ik ga een perfecte taakverdeling in. Ja. Een soort dwan. Een soort dwan. Ja, oh. Ja, maar gezellig dan. Ja, 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 gezellig. Ja, ja, we hadden het hier. We hadden het hier. We nemen het hier. Tja. Ik ga de augurkjes. Ja. Deze maar eens in plakjes snijden. Ik heb nou net alle grootste mes voor die pakt. Even voor de voorzichtigheid. Rustig, ja. Rustig hoor. Ja, snap ik. Die. Hij is wel scherp, ja, denk ik erom. En dan ja. Maar eens deze plukken. Want die staal van de peterselie, die gebruiken we net. Dat komt alle getrode tataar. Dus blokjes augurk. Mooi fijn. Dit is anchovis. Dat is een tigersoort visje en het is een familie van de jering. Vroeger uit de Zuiderzee, hè? Alle anchovisvisjes zitten daar. En deze maar plukken, sa, en die is dan hakken. En, is ja. Het altijd mijn anchovis tartaar? Nou ja, dit is de smaakmaker. Heel iets biedt. Oh. Hoe net zo vroeg. Ik dacht al, hè? Doe maar fjouwer, dat is genoeg, hè? Fjouwer? Ja, op zijn stik. Oh, oké. Okay. Want dit is heel zout. Ja, ja, heerlijk. Ik vind het hartstikke en lekker. En dan, ja, dan heb je de traditionele crostini, hè? Oh, lekker. En dan wist het, maat. Ja, heb jij ervan die leert. Maakt ik vaak dus, hè? Ja, al van oude ballen, hè? Ja, dat is het leuke. Dit kerst gewoon van oude ballen, uit stokballen, haast een steek oer. Ja, en kerst het, sterker nog, het is zelfs beter dat wat ouder is, kerst helemaal snijden. Ja. Oh, nou, dat is handig. Net dik, en dat gaat niet over, maar dat zullen we zagen. Oké, ik begin gewoon te snijden. Begin los. Oh, begin los. Ja, ja toch? Ja. Maar wat gebeurt er? Wat hoe brengst u de kriesdagen het leefst terug? De meesten waar ik leef, zeg maar. Mijn heid, familie. Ik ga sinds dit jaar. Je zegt gewoon familie, man, hè? Ja. Toch? Zo schat ik die in. Ja. Ja, nee, zeker. Ja, mijn mem is gestorven in 2000 zonnetje. Dus dat is wel een gemis, zeg maar. Dus...
Zij de centrale. Ja, zij weer spinnen in het web. Ja. Ja, dus dat is wel wat ontzettend verroren. Maar goed, we brengen het zo goed mogelijk terug. En ik ga een hele grote familie erbij krijgen. Want ik ga Jeroen dit hier ontmoeten. En ja, dat is fantastisch. Het is bijna altijd mijnzelfde. Ja, het is een soort van synchroniciteit. Dat klopt heel nog bijna. Maar dat is wel heel het ding in die leefde. Ja, die leefde is het ding. Maar ja, als het goed is en klopt. En ik hou wel wat onderziek dienst is, maar dus ik weet ik. Ja, ik. Wat voor vleesje in de kuip gaan. Precies. Ja. Maar dan kun je het echt goed hebben. Daar is zo alles van. Ja, nee, ik bedoel. Dus, ik ben het helemaal niet eens. Ja, nee, dus wie raak, volledig raak. En van beide kanten, dat is echt wel prettig. Boom! Ja, ja, wat dan? Hoe viel dat dan? Was snij, hè? Ja, nee, ik net wat twee dingen te gelijk. Nou, dan wordt het een heel lang programma. Ja, ja. Oké, ik zeg wat wel. Ik dacht ik wat brune erbij. Ja. Maar hoe viel dat? Hoe weet je dan dat dat een leefde is? Hoe is dat in moment? Is er dan een. Dat is een gevoel, dat is ek humor. Dat is me noir begrepen. Dat is een bepaalde frequentie of zo. Viel dat in energie? Of ja, is dat een... ja, de energie, dat is echt energie. Wij zijn naar Tim Menoir in de eerste weken. Dat is de energie waar we verliefd op willen binnen. En hij is hartstikke knap. Ja, ik heb hem zo Het is een mooie, knappe vent. Hij heeft een mooie heen. Ja, hartstikke. Ja, ja, ja. Jij kan toch in verdrinken? Ek, ja, ja. En de rest ek. Ja, okay. Ja, ja. Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Dus dat is... En ik ben echt, na mijn scheiding... Wie ik nooit... hoe zit het? Ik ben altijd wel optimistisch bleun hoe de leefde. En tuurlijk, dan is je op het moment... Ja, wat nou? En dan een beetje om je heen zien. En dan een beetje wat, hoe en wat. En dan op een gegeven moment dan, ja... Ja, ik weet wat er gebeurt. Ik zal even zeggen, ja, het werkt. Maar dan in eerst, dan toch maar gewoon aan de gang beginnen. Ja. En dan een beetje exploreren. En dan in één keer, ik weet nog, hij kwam bij mij in Wiens voor het eerst. Dat was die eerste ontmoeting. En, in hetzelfde huis bij de Dat had ik nou, daar weet ik nou. Ja? En toen kwam er bij mij thuis een keer een lunch tarieerde. Ah. En het enige wat hij mij brengen hoefde, wie Sidrans voor bij de Prosecco's is maar. En hij champagne in mijn naam en heel stom. Ik wie saai in de drokte en ik deed bij die champagne de Sidrans. Dat is een vloek in de kerk, had ik begrepen. Hoe ja, bezig, jongen. Ik hield het zwit op de regen met alles. Het hele hoes met kwam. Het is nog wel een grut hoes. Ja. Godverdikkie. Nou, maar goed, dat komt uiteindelijk goed. Die eerste ontmoeting die hartstikke goed. Ja. Ja. En toen had ik mijn naam naar Peerses Moddergat. Ik ga een tour, hè, naar Holbert en Moddergat. Ja, maar dat is dan prachtig. Mooi aan die diek daar. Ja. Heeft het verhaal ik verteld van de garnalenfiskes? Nou, nee, daar heb ik niet hiervoor. Oh. We zijn verdronken in elkaar eigen. Je meen heel wat oors. Ja. En mooie bandjes. Wat vindt hij van Vissel? Nou ja, ja, prachtig. En dat is echt een heel mooi stikje. En ik weet nog dat we daar sierden op het dieken. Ja. En toen was het bijna het moment van de eerste kus, is maar. Maar hij had de eerste kus net in Moddergat. Nou. Ja. Nee dan? De Wiens. Ja? Ja, 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 ja. Direct voor de verhaal komt u zien. Direct daarna. Het ging wel mooi, ja, ging wel grappig. Ik zei nog van... Zal ik even de kachel aansteken? Even het haardvuur? Ja, doe maar. Toen dacht ik, oeh, donder, dan wordt het wel heet. Het weet je helemaal niet. Ja. Niet meer aan. Ja, het gaat alle kanten op. Alles aan het doen. Ja, jongen, dat leefde ik het. Maar dat wie eigenlijk dat eerste weekend al raak... en het tweede weekend toen ben ik naar Deventer gegaan. Daar wennet hij. Ja, en toen weer eigenlijk toen weer het heel dol, zeker. Ja. Nou. Hey, hoe lezen we wat op schema qua... Sorry, hè. Ja, ik doe de broodjes al even. De leefde. Dat is mooi. Nee, maar dat is een goede zaak. Ja, en koken, dat maakt echt mijn leefde van, toch? Dat precies. Gooi het er maar in. Ja. Maar ik ga eventjes... Daar met de olijfolie op, dat is toch, hè? Ik draai even de tataar. Maar eens even zien. Je zit... Hij is dan een liedstikje balen oer van mij, maar ik heb even... Zeker? Ja, zin niet wat? Nee, een stukje. Zin niet wat? Van stikjes. Best wat rapperig? Ja. Nou, als je dat zou ik je vertellen. Zo, hier doen we even... dit is de hakmolen. Ja. En je gaat het in. Als dat goed is. Dan draaien we het. En belangrijk is dat die tataar, dat dat vlees, dat het goed koud is. Want als het op kamertemperatuur stiert... Net een kachel noemend van, dus. Nee, want anders verkleurt het zo snel, hè. Daar komt het, zo is dat.
En wist u waar die Tataren, waar die naam waar komt? Of waar lagen ze dan? Het zit er zo mooi in. Mooi beeld, hè? Het is dat het zo lekker smaakt. Maar... De naam van de Tataren komt van de Tartaren. Dat zijn die ridders, ja. die strijders op die hindes. En dan doen ze het vlees doen ze onder het zadel. Nee. Lekker hygiëne. Jassen. Maar dat waren... Ik ben er op zitten. Nee, maar ze zijn mooi tataar. Hey, ik doe thuis altijd maar een kwastje de olijfolie er nog op strikken. Of je dat gewoon wat druppelen, is dat genoeg? Ik heb geen kwastje bij me. Maar, je... maar als ik moet een beetje eroverheen spelen, maar ik moet wat naast lezen. Want dat is goed. Doe wat te zuinig. Want dan zoek het de onderkant ik een beetje in. Dan komt zij ook erover naar ons in. Hoe vier bestoot, zeg je al? Nee, net vier. Ik zal nog even opzitten. Jim, ik ga hier, waar heb ik die ballen nog mij om? Die heb ik van Miranda gekregen. Want dan kijk ik het allerlaatste, dan doe ik een stukje ballen er terug. En heb ik het allerlaatste tartaar heb ik uit. Dat doet mij... Ja, dat is een liefst stukje ballen erin. Oké. Okay. En dan zit in die wakkel, zeg maar, daar komt dan die... Een soort paneermeel. Jammer. Dan zet ik het in de oven. 180 graden. 3 minuten. Ik ben ik doe altijd op gevoel. Nee, 3 minuten. Oké. Want dan wordt het te donker. Ja, ik zie altijd. Ja. Hey, dat wie waarom zich op dit hier, Sipke Jan? Ja. Roze sneeuw, dat wie natuurlijk, denk ik, voor jou wel een hichtepunt. Hè? Hoe is het erop waarom? Ja, heel mooi. Warm, kleurrijk. Natuurlijk kleurrijk. Het is weer een prachtige dag. Er gebeurde wel wat in de stad. Er gebeurde. Is dat idee? Ja, ja. Ja. En als het meteen zat, een weekend later weer in die rellen om de corona. En toen dacht ik, toen moest ik even weer denken aan, even met naar je roze sneeuw. Ja. Hoe weer het er? Hoe de sfeer weer? Totale wie... andere uitgangspunt, hoe de leefde, verbinding. Het weer prachtig. Ik hoop dat we dat in Ljouwt vaker dan zullen. En dan krijg ik ook mijn prijten elke keer om... Het is mooi om die verschillen te vieren. Maar heb je al reacties gekregen dat je denkt van, hey, dit, het effect... Het maakt het verschil? Nou, het had effect van de mensen die er komen. En die misschien in de komende jaren het nog dwarren om te komen. Want er zijn een heel grote mensen die nog net dwarren. Of die het nog net kennen. Die er nog net bekend zijn binnen. En het is echt bedoeld om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ja. En, dat het, en hoe meer het bespreekbaar maakt, hoe normaler het wordt. En er is soms nog wel eens dus wat te dwarren. Er zijn dus nog een heel soort mensen die het net normaal vinden. Ja, terwijl het normaal is. Ja. 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 Het is eigenlijk, het is er altijd al west. Ja. Dan ja. is het krek door de Romeinen en de Grieken. Het is er altijd al west. Ja. Maar het is hoe de meesten er soms mee omgaan. En of ja, dat ze het... Ja, en dat is om... Ja, iedereen had zijn tiertek nodig daarvoor, sommige meesten. Maar het is wel belangrijk dat het op de agenda steen bloot. Maar viel staat dat nou dan van verroring zwargert? Dan ben je er eigenlijk een heel jaar hartstikke druk mee west. Rainbow Warrior, heet de documentaire die daar maakt. Us, heet hij. Dat vind ik zo'n mooie titel. Us, ja, ik had net betoogd. Dat is een soort boegbeeld worden van die beweging. Ja, nou ja. In Friesland. Sommigen zeggen dat zo, ja. En ik wist wel dat als ik een verroring ermee te maatje kende, dan wil ik dat graag doen. Ik weet nog dat ik zelfs een jonkje wie hier in Friesland en zei iets om mijn hinnen in Damwoord en ik zeg om mijn hinnen en ik wie wel bezig met mijn gevoelens en we ja famkes of jonkje ik wist het net maar ik word er net hoe te praten en dat ik iets betekenen kind voor de jongetjes, famkes maar ik voor de oudere mensen die soms nog in het zwaarguus werd waarom de casting kennen om het dat die veiligheid in het is en ik wil wel graag een bijdrage wezen om de veiligheid eigenlijk bestel wel een verbinder. Nou, dat hoop ik ook. Ik vind verbinding eigenlijk het mooiste woord wat er is. He, als je mij nog zo verschillend wijzen, maar dat je me maar begrippen kennen. En dat je mij een peteer kennen, haar kennen. En dat interessant vinden, want het is hartstikke interessant om te... En sommige mensen kunnen ontdekken nog dingen bij zichzelf op letterlijke leeftijd. Hoe mooi is dat? Ja. En nou ja, als ik daar een liedje bijdrage om wijzen kennen, dan doe ik dat graag. Ja. 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 Hoe viel bij wie hoe bijdraagt? 3 minuten op. Ja, oh, verdorie, ik moet even opschieten. 3 minuten min op. Sorry, hè. Het zijn net, misschien net de liedse blokjes die ze weer spelen, maar... Ja, hartstikke goed. Kom in handen. Hartstikke goed. Ja, heerlijk. Lees die bal, denk om een sheetje. Ja. Dus die bal lees je maar even op. Want dan jouw ik daar eventjes wat oor. Dan krijg je even, Peer, van mij even wat siepeltjes. Want dit zijn Amsterdamse siepeltjes. Siepels? Ja, Amsterdamse siepeltjes.
En die moet even door de midden. En die gebruiken we straks voor de garnering. En misschien jij, nou, net zo vol hebben we net nodig, deze. Moest die even door de midden snijden. Moest even die snijplanken, eventjes de krommels, lees die hier maar even bij. Ja. Want dan heb je net een snijplank. Wat is het eigenlijk lekker, hè? Het is... Leuk, hè? Ja, heel leuk, joh. Ja, maar echt de En deze de moet door de helte. Maast ik even doen. Hier. Hij had er in de wolle onder, hè? Ja, maar dit, maar dat mes, doe ik dan raad. Ja, dat mes, maar dat mes, want je hebt ook helemaal een mes voor die. Mag ik nog even wat... Peterselie nog? Dat is mooi rok, jongen. Ja, wat doen we dan? Maar ik vind het altijd wel leuk, als je marmer. Dus doe ik eerst de peterselie even? Ja, even snel. Ik maak ze dit alvast eventjes uit. Hier hak ik de tataar. En hier hak ik die siepeltjes, de augurken. Kijk op wat peterselie hak. Maar ja, die bouwen maar die erin wat achter. Ja, sorry. Maar nee, hinder niet. Oh. Was je deze boek voor die dokken er vast in. Dit is wat ik even. Ja, en die moest even, die rest moest even snel. En dan nemen we de anchovies van Midwan. Rustig aan. Godverdikke. Nee, joh. Nee, jongen, helemaal niet. Dat komt goed. Normaal doe ik het op de tafel en ik zag kleren. Daar komt een aardjere terug. Dat is die taak. Ja. Een aardjere. Daarom misschien denken van ja, aardjere, is dat wel, ken dat wol, is dat wol, ja. Maar rauw vlees. Ja, het is toch wel rauw vlees, dus het maakt net zo vol. Daar doen we Dion mosterd in. Oh, ja. Wat moest ik met die augurken doen? De Eiffeltoren stiert erop, hè? Dat vind ik vreemd. Ja, dit is pittige mosterd. Was van beetje pittig? Ja, 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 maar ja, wel, ja. Oké. Okay. Doe er nog eens een keer bij. Dan doen we erbij augurk zit er wel terug in. Augurk in lietse stukjes, right, hè? Ja, nee, gewoon in de lengte terug in de midden. Oh, in de lengte. In de lengte terug in de midden. Oeh, sorry. Hest hem? Ja, hij bloed erop kleven. Ja. Nou, zout erop. Pieper er terug. Dan komt er een beetje ketchup komt er terug. Ik heb... ja, er is ketchup en ketchup. Denk op je vingers, hè? Ja, oh ja, ja, ik zie de ketchup weer. Oh. En tje, het moet een beetje smotserig wezen, die tartaar. Een beetje smeuig. En eigenlijk in een mooi restaurant komen en daar hast ook van, want daar verzoek ik die in hek lezen. In het restaurant. Ja. Dus hoe mooi, dat ben ik daar helemaal blij van. En dan is dat die sfeer eromheen. En dan stien ze dat aan tafel kleden, maatje. En dan doen wij, Joetje en ik, met maatje, zo, aan tafel. Maatje, wij die tataar, zo, lekker smeuig aan. Even een beetje olijfolie erin. Oké. Heerlijk. Het verhaal erbij is lekker goed, hè? He? Ik ga er nog wel zin op. En dan hebben we het Joet als vlaggerug, maar... Het is ook prachtig mooi om dit als haardgerucht te nemen. En dan doe je er een tartje bij. Worcester sauce. Ja, ja. Yes. Dat is fermenteerd, hè? Dat is fermenteren. Ja. Tje. Tabasco. Ja? Ja. Ja? Pittig, hè? Ja, nou. Nog een beetje. Ja, dat is steeds ver, alsjeblieft. Oh. Ja, nou, ik die dit even trooi, jongens. Ik ben blij dat we het opnemen, want dan kunnen we het altijd nog een keer hebben. Ja, en ik kerst het op een sidis in, hè, want wij alle recepten. We hebben geen geheim. Hé, hey, mist het presenteren, hè, Sipke Jan, want die is dat hartstikke leuk, die sneus. Ja, ik vond het prachtig om te doen, maar ik mis het net. Nee, net? Ik haat dingen en dan viel het van mij, ik moet naar de volgende stap. Ja. En dit vind ik leuk. Ik vind het wel leuk om les te jaan. Dat doe ik op NL Standen in de week. En dat vind ik mooie dingen om dingen verder te brengen. Maar ja, ik wil eigenlijk snel dingen maaitje. Van de karttrekker, van de loeker, wil ik nou eigenlijk van aan de achterkant een beetje de overzicht hebben. En ja, de meesten wat het podium jaan, zeg maar. Of onderwerpen podium jaan. Dus ja. Wat bezig. Ben dan onderwerpen naast de Rijnbouwgemeenschap? Nou, ik had dit hier voor de AVOEK en voor Omroep Friesland een campagne maken voor taal, Friese taal, ja. onder jongeren en middelbare scholieren te stimuleren. En hey, Google, praat mij een bekende Fries, heet dat. En dan kist importeer mij bekende Friesen via de Google Assistant app had ik betocht. En volgend jaar komt er weer een nieuwe campagne daarvoor. Verhoor het dan die relatie maar dat Fries ik als Tessa mij onder de bist? Ja. Ja. Ik leer weer een protte erover. En ik weet dat ik nog een protte te leren ha. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ja, het viel eigenlijk wel natuurlijk dat ik weer rond ben in Friesland. Ja. Om hier mijn talenten te broeken om dingen verder te brengen. En ik werk je nog steeds voor in het Westen. Maar ik hier in Friesland. En dat vind ik hartstikke goed.
Ja. En daar ben wij blij mee, dat staat hier in Friesland. Ja, ik, en ik ook. Een verschil in mentaliteit, denk ik. Zeker. Sorry. Ja. Nee, je doet erbij. Oh ja, is het? Ja, maar ik... Ja. Ik doe er wel wat liter. Ja. Nee, maar we zijn er mooi aan heen, hè. Fantastisch. We zijn er mooi aan heen. Ja. Dit bijvoorbeeld. Dat puur. We zijn er mooi aan heen. Ik ken dat zeggen. Vroeger, hè, een liedjongje. We zijn al een mooi eind bezig. Dat is natuurlijk dat is toch... We zijn al een mooi eind bezig. We zijn al een heel eind op weg. Ja, ze is mooi. We zijn mooi aan heen. We zijn al een mooi eind heen. Oh, ik vind jou... Maar daar geniet ik ontzettend van. En als jonkje dan hier, zei hij, ah, ik wil je voort, ik wil wat oors en ik ben een hele vrouw toe west. En dan ben ik weer waarom. En dan kan ik dat genieten van dit soort dingen en van taal en van meesken en dat pure. Ja, en in het westen is het, ja, oors. Ja. Sorry dat het net zo liet is, ja, maar het zit, nee, ja, nee, het nee, zit nee, een leuk uit. Het zit een triestig uit, hè? Ja. Nou, moet ik de ansjovis eens De ansjovis moet ik... Komt-ie. Miranda. Oh, heerlijk. Ja, is het wat? Miranda? Ja. Had het pittig gemaakt, maar ze het zezen? Oh. Hoe is dit? Heerlijk. Prima. Dan zou ik zelf... Nou, ja. Dan zou de... Ik vind het altijd lekker een beetje... Oh, ja. Nee, qua pittig ja. Dik. Nou, hartstikke goed. Finishing touch, hè? Er zit een mooie bite in. Jongens, wij gaan het geruchtje even naar Almaatje. Ja. Eigenlijk, ik wat er een beetje in zit, dat lezen we er ik omheen, hè. En ik heb een mooie eiken zien. 6 minuten naar het liedje binnen, 6 minuten naar het beetje groter binnen. Oké. Okay. Dan pakken we even het boad erbij en Jim had het boad ik steen. Dan doe je mij maar even naai. Ik heb bij Jim al eventjes wat Indiën beetje voorbereiding, want dan hebben we dat eventjes mooi maar met koord doen, want dat liek me leuk even. Zo. Dus dan pak je even de tonicstamper. Oh. Hartstikke handig, een tonicstamper. En stampen maar mooi. En een beetje stevig onstampen, want dan... Ja, want dan krijg je het mooi egaal. Oh ja. Mooi langs het rondje heen. En dan zou je in één keer omheen trekken, zo. En wat is het handig als je dit bent van die rioolbuizen. Hé, hey. Is dat zo? Om het maar even smaak te laten maken. Ja, en dan scoorde en kerst mooi in de vaatwasmachine. Ja. Hartstikke woe. Handig. Nou, en dan doe ik hier eventjes de skrekblomskippen in je treien. Zit er een tactiek in? Ja, er zit een lijn in. Dus dit is de klok, tolen worden, zuizuren. Nog een treien en dan doe ik 36 op 12 woorden, 4 woorden, 7 woorden, 11. Oh. En nou pak ze even dit er even bij. Tje. En nou gaan we het garneren. Ten eerste, we lezen het eiken in de midden. Mooi in de midden lezen. Ja, dat wordt even simultaan, hè, is dat. Ja. Ja. En nou gaan we die kleur. Ik ga de wattel. Wattel? Ja. Check. Die lees ik gewoon er omheen, zo. Bij elk stikje. Liedstikje wattel zit er net in, maar die moest er juist even in, die wattel. Want die kleur die we juist heel belangrijk. Oh. Ik weet net dat er al een liedst luchtje bij onze eregast begonnen, ja. Maar ik wou natuurlijk, we willen de rainbow. Oh, het is prachtig. Ja, ja toch? Nee. En dan doen we even de radieschen erbij. Ja, en blauw is er net, en blauw is er net. Blauw, daarom hebben we het bed een beetje blauw. En oh, ja. Dan luister, zuster, bok toch? Oh. Er bovenop? Nee, ik wil een beetje aan de zien. Een beetje mayonaise oorharen. Zo, eromheen. Moet je, oh. En als het maar gelijk hoort, dus krijg ze het maar blomskik. Nou, dan was de tomaatje erbij. Zie, die lees ik daar dan tussenin. Hij hem nog, jongens. Tussen de mayonaise, denk je zien? Ja, je tussenin, waar niks light. Ja? 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 Ja, tussenin, ja. Ja? Hoe mooi is dit? Nou, dan zie je de giel in de rijnbogen. Dus dan doen we er een beetje giel bij. Dat is dat siepeltje. Ik doe hem een beetje lietje. Je luistert even voor, aan. Dit is toch prachtig. Zo. En zo, just maar. Ja. Als nou tussen die mayonaise? Ja, nee, ja, de voor, aan. Voor bij de tataille, oh, ja. Zo. Ja. Ach, het komt ik net zo correct. Maar hoe leuk is dit? Volgens het nog, Sipke, joh. Ja. Daar ben ik zo stil. Ja. Heel jongens, de laatste dingetjes. Oh. Nou, daar is er nog een peterselietje bij. En ik heb een zo'n tafel. De peterselie? Ja, die druk ik er gewoon nog even wat tussen. Oh, ja. Moet voor de kleur eigenlijk. Ja, maar de knieën maar erin. Nou, wat een feest. Ja, hoe leuk is dit? Prachtig. Hé? Echt prachtig. Dan geven we, jongens, dan pakken we onze boord. Je zei ze pannen, hè? Wat zei je? Ik zei spannen. Ik zei boord. Wat oh, ik word augurk moet er wat tussen. Wacht even, voor de... Want dat is lekker. Voor de...
tomaten, augurk, een schijfje. We hebben alles gewoon, hè? Prachtig. Skitterend. Toch? Oh. Een tafel. Prachtig. Prachtig. Hoe ligt dit? Kleurrijk. Ja. Het is koud gerecht, maar ik ben er warm van. Zeker. En glaasje wijn erbij, jongens. Lekker. En het past mooi bij het ier. Want volgens mij is het ook gewoon een fantastisch mooi ier, Hans. Het is weer mooi ier, ja. En de leefde, en roze sneeuwen. Ja. Het kind is beter. Nee, dat is weer wel een goed ier. Ja, dat ben ik blij mee. En het is een basis voor, ik denk dat het volgt hier misschien nog wel mooier wordt. Ja, want dan kies er aan. Ja. Ah. Ja. Oh, ja, echt niet. Dat is een mooier dan de leefde, toch? Zullen we daarop klinken dan? Dat doe ik niet. Ja. Op de leefde. Op de leefde. Tjoh. Tjoh. Dankjewel. En morgen ben we er weer voor een nieuwe uitsturing waarom Shen maar uit. Shen, hè? Nou jongens, ik smaak het hier op, hè? Op de crostini. Doe ik dat ik?